Een hele goede dag mensen en welkom terug bij deze nieuwe aflevering van F1 2019 de Career Mode. Gaan we verder in Hongarije, ronde nummer 12 van het kampioenschap en aflevering 55. Als je aflevering 54 in Duitsland gemist hebt, dan zou ik die eerst even terugkijken voordat je deze gaat zien. Dat kan rechtsboven in het i'tje, klik erop en je ziet de aflevering schijnen. En ben je nu het kanaal wil je meer wekelijkse afleveringen van F1 2019 de Career Mode zien? Ram dan gewoon op de abonneerknop en schakel ook een lekker belletje op aan, zodat je geen enkele video meer van mij mist. Ja, we gaan vandaag dus verder in Hongarije. Een prima baantje om op te rijden. Ja, ronde nummer 12 alweer. Twee updates aan de auto zijn er toegepast. Van de power en van de chassis, als ik dat goed zeg. Vettel weer als rivaal gekozen. En Hongarije dus. Ronde nummer 11 alweer. Het gaat hard. Het seizoen zit er eigenlijk al bijna op voor de helft dan. Want de volgende keer gaan we in Spa-Francorchamps rijden. Een baan waar ik altijd prima op kan presteren. En Mercedes nog steeds de snelste auto op dit moment. We klimmen weer wat verder van Williams. Dus het belooft leuk te gaan worden hier in Hongarije. Maar eerst de kwalificatie. Hungaro ring as the lights are about to go green for today's qualifying session. We expect some cars out on track any moment now. With the weather as it is today, Anthony Davidson, we have, to some extent, to throw the form book out of the window. Who do you see having the advantage on this slippery, unpredictable track surface? The trouble is, Crofty, they need to be thinking about the race tomorrow. You don't want to go jacking up the ride heights and piling on a few points of extra downforce that you're not going to want in the Grand Prix itself. The Parc Fermé regulations mean that you have to make that choice. The best thing the drivers can do is adapt with the tools they have available in the cockpit. Moving the brake bias forward will help stop the rear end slipping out under braking, and opening up the differential can really help tame the oversteer on corner exit. The drivers that can make best use of these techniques will have the best chance for success here today. Nou, we zijn inmiddels aanland bij Q1. En ja, het regent hier in Hongarije. Op de full wets, dus niet op de intermedium banden. Dat betekent dat het heel hard regent. We moeten hier dus een goede tijd neerzetten, anders zijn wij niet door naar Q2. En we moeten het hier slim aanpakken door niet over de curbstones te rijden, want dan ben je er geweest in de regen. Ja, wat altijd wat wel speciaals met zich meebrengt, want we moeten wat wijdere lijnen nemen om te zorgen dat wij meer snelheid uit de bochten nemen dan de concurrentie. Hamilton zet een tijd neer met een 1.32.6. Butler rijdt voor ons, daar hebben we geen last van op dit moment. En wij komen op een 1.32.1 terecht. Mooie tijd. Dan heb ik besloten om er nog een rondje uit te gaan, want het is niet zo hard meer gaan regenen. Iedereen rijdt nu om de intermediate. Een compound zachter dan de full wet. En je ziet al paars in sector 1, gewoon bijna 1,5 seconde sneller dan mijn eerste lap in Q1. De vlag hangt inmiddels uit, we zijn doorgewezen naar P12. Paars in sector 2, P18 en het is nu P1 geworden. Dus we staan er weer lekker bij. En hopelijk dat Q2 ook iets moois van zich laat meebrengen. De uitslag van Q1, onszelf dus voorlopig op 1. Hamilton naar 2 op 2 tiende. En Butler verrassend naar 3 op 5 tiende. En daarachter Bottas pas op een volle seconde van de rest. En Sainz gewoon op bijna 4,5 seconde gereden. Dat is heel pijnlijk om te zien. Q2 inmiddels, het is nog nat. Dus we moeten nog op de intermediate naar buiten. En dan ben ik benieuwd wanneer de baan opdroogt. P1 dus, maar niemand heeft nog een tijd neergezet. Hier weer wat wijdere lijnen nemen. Dan kunnen we deze kort aansnijden en misschien wat extra tijd winnen dan de rest. Want iedereen rijdt nu nog op de intermediates. Vettel met een 1.30.0. Hamilton met een 1.30.0. Waar staan wij? Wij komen nu bij het start-finish. Wij zetten een 1.30.0 neer. Op 64.000ste van Hamilton. Dat is dus niet genoeg. P9 inmiddels. De baan is droog geworden. En we kunnen op de softe banden naar buiten. En je ziet hier al gelijk
We winnen gewoon een seconde al naar de run van bocht 1 toe. Is het hier weer deze bocht mooi aansnijden. En dan door naar bocht nummer 4. Paas in sector 1 en 2. Q2 zit erop. Waar belanden wij? Wij belanden voorlopig op P1. Maar we hebben nog 4 minuten te gaan. Oh, de rest toch nog sneller gegaan hoor. Hamilton gewoon op 4/10. Heeft hij ons gewoon zoek gereden. Plek 7 en Butler op 7/1000 niet. We zijn inmiddels aanbeland bij het laatste deel van de kwalificatie. Q3 dus. De top 10 kwalificatie. En hier draait het om. Als wij hier een goede run inzetten, dan pakken we de oh zo belangrijke pole position. Want inhalen is hier heel lastig ook. Een soort van Monaco baan vind ik het. Mickey Mouse baantje noemt Olaf Mol het altijd. We zijn inmiddels aanbeland bij de laatste bocht. Hamilton met een 1:16:1. Wij rijden 1:15:1. Een volle seconde sneller dan Hamilton. En ik heb besloten om er nog een keer uit te gaan om dat rondje te verbeteren. Leclerc naar 2, Kvyat naar 3. Dus ik weet niet waar Lewis Hamilton staat. En we pakken al gelijk een paar duizendste goed op onze eigen tijd in bocht nummer 1. Dan is de vraag waar wij zo meteen belanden. Of Leclerc zich verbetert en ons terugstoot naar plek 2. Rood en paars in sector 1 en 2. We verbeteren onze tijd. En we pakken alweer de pole position. Prachtig. Heel goed gedaan. En waar staat Lewis Hamilton? Op plek 2. Op 17e. En Leclerc gewoon op een volle seconde gereden. Maar mooi dat Lewis Hamilton er weer bij staat. Prima resultaten voor Mercedes. Alweer in de career mode. De rivaliteit breakdown met Hamilton en Vettel. Die winnen we dus op beide momenten van de heren. De resourcepunten na de kwalificatie hier in Hongarije. Zijn er weer zoals gewoonlijk lekker veel. Kunnen we weer gaan besteden aan upgrades in de R&D development boom. Ja, redelijk wat dus. Reputatie met mijn huidige team en de andere teams is gewoon nog steeds volledig. Veteran en de sportsmanship, je weet het allemaal wel. Alright, I think we can call that a successful qualifying. We should be in with a good chance. Nou, dankjewel Jeff. Ja, we gaan het gewoon zien hier in Hongarije. En ja, ik ben benieuwd. Ik verwacht gewoon een P1. En dan gaan we het zien voor career aflevering 55. We've seen some astonishing Grand Prix here over the years, haven't we? The drama of 2015 is a recent example. Jenson Button's first win on a wet track in 2006, or in 1997, Damon Hill's heartbreak in the Arrows after a late gearbox failure cost him what would have been the team's only ever victory. What a wonderful place this is to come racing today. 14 corners then for our drivers to navigate at the 2.7-mile Hungaroring today. It's 6 lefts and 8 rights around a lap here, with average speeds in the region of 120 miles per hour. Alongside me once again for coverage of today's race, it's none other than the great Anthony Davidson. Let's talk about the Professor. That was a great win in the last race. Can they keep that momentum going this weekend? It's always nice to come into a Grand Prix weekend on a high, but your expectations are based much more on your practice and qualifying runs. So it's the momentum from those sessions that they'll be hoping to carry into the race today. Let's run you through the driver grid order for today's exciting race. The Professor lines up on pole position with Charles Leclerc alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Verstappen, Vettel, Lucas Faber and Kvyat, Bottas, Perez, Butler and George Russell, Grosjean, Hamilton. They'll be starting further back after an earlier grid penalty. Daniel Ricciardo and Stroll, Magnussen, Raikkonen, Robert Kubica and Antonio Giovinazzi, Sainz and Pierre Gasly picks up the final grid slot today. Now it's almost time to lights out, so let's go down to the track. You should have some space going into the first corner, so try to keep it tight. Nou, we zijn inmiddels aanbeland bij de auto en Jeff zegt dus ja, we hebben wat ruimte, dus we proberen het krap aan te doen. En we gaan ook beginnen voor de grote van Hongarije voor career aflevering 55. De lampen zijn aan, we zijn onderweg, want we zijn uit. En het is een goede start voor ons en Leclerc kan alweer nergens naartoe. Net als in Bahrein. Is het hier weer mooi de eerste bocht verdedigen en weer lekker onze rondjes rijden. Want de Mercedes-auto is natuurlijk de beste van het veld. De gearbox is wel wat beschadigd, 74%. Maar Leclerc kan hier geen aanval wagen, gelukkig. De eerste bocht hebben we gehad.
nu nog de eerste ronde zien te overleven en dan zit het goed met ons. 74%. Hopelijk dat hij het nog volhoudt. Paas in sector 1. 14e naar Charles Leclerc. De achtste Verstappen op een seconde. Ronde nummer 2. We zetten de snelste race onder met een 1.23.3. Leclerc al op 17e gezet. En Hamilton is wat gezakt, zie ik. Die heeft volgens mij ook een gridstraf gepakt. Less than a second separate you. They're on fresh softs. 6 laps until your pit window is open. 34 laps to... 6 ronden tot mijn pit window open gaat. En nog 34 ronden nog te gaan. Leclerc dus achter ons. Paas in sector 1. We zetten weer de snelste race met een 1.19.4. Gat naar Leclerc is een seconde geworden. Dus daar rijden we dus mooi vandaan. We blokkeren wel wat bij bocht nummer 1, maar dat is niet zo'n ramp. Gelukkig maar. Want we houden nog steeds de leiding in ronde nummer 3. Hamilton komt niet echt mee naar voren, zie ik. Middels ronde nummer 8. Leclerc en Verstappen nog steeds op 2 en 3. En mijn team zegt dat we dus nu naar binnen gaan in ronde nummer 9. Dus we moeten nu gaan lopen pushen. Leclerc is naar binnen gedoken voor een setje hard volgens mij. Verstappen rijdt nog een ronde langer door. En wij dus ook. Dus Leclerc gaat voor de undercut. Op ons en Verstappen. En Verstappen heeft dan een gat van zoveel seconden naar Romain Grosjean, denk ik, die daar rijdt in zijn McLaren. Perez was het trouwens. Wij komen dus nu naar binnen voor een actiereactie op Charles Leclerc. Verstappen gaat een ronde langer door. Die gaat voor de overcut op ons. Release, release. De stop komt beter. Ongeveer 2 seconden geduurd. Dat kon minimaal 1.9 worden. En Charles Leclerc komt nu bij het rechte stuk aan. En we hebben hem geovercut. Mooi. We komen wel achter Romain Grosjean terecht. Die op de medium band rijdt. En we moeten het nu met deze banden gaan doen voor de rest van de race. 25 ronden nog te gaan. Voor de grote prijs van Hongarije. En je ziet al gelijk dat we naar Romain Grosjean toe kunnen rijden. Omdat de auto zo heel sterk is en omdat wij versere banden hebben dan de Fransman in zijn McLaren. Rood in sector 1, logisch, want we hebben net een pitstop gemaakt. En Grosjean maakt het hier ons lastig. Dan probeer ik hier aan te vallen bij de binnenkant. Gaat Grosjean deze plek in één keer heel irritant verdedigen. Maar gelukkig passeren wij hem mooi. George Russell is de volgende in de Alfa Romeo. En we hebben Verstappen geundercut. De overcut van Max heeft niet gewerkt. Mooi. Dus we hebben een undercut van Leclerc weten te doorstaan. En een overcut van Verstappen weten te doorstaan. Prima, prima, prima. 11.9 seconden naar Lewis Hamilton. Verstappen op de harde band. Russell nog op de medium band. Die moet nog een keer naar binnen. Ik denk dat hij ook voor de hard gaat. Het gat is 1.4 naar de Brit. Een tiende langzamer in sector 1. Daar zitten we dan aan de kont van George Russell. Kijken we naar de buitenkant. Kunnen we hier eerder naar de binnenkant kruisen? En is het hier een soort van track race? We moeten onze banden gaan managen. Gek, want die banden zijn nog maar een paar ronden oud. Dus die kunnen heel wat hebben. Ronde nummer 12 inmiddels. We hebben George Russell gepasseerd voor de leiding. En we hebben een best wel groot gat naar Max Verstappen toe. Gelukkig. Russell achter ons. Your tire condition seems a-okay to us on the wall here. Let us know if you feel them going off too much. Ronde nummer 18 inmiddels. 18.3 seconden hebben naar Max Verstappen. En mijn team zegt, ja, de banden zien er nog goed uit. We zien hier nu op dit moment niks aan de pitmuur. Laat ons even weten als je iets voelt. En ik voel wel wat hoor, dat de banden wat overstuur hebben. Ik ben ook namelijk hard aan het pushen. Want ik heb de Earth Mode op 5 gezet. Hot lap dus. Oh, een gear is onbeschikbaar. Dat is versnelling nummer 4. Is niet beschikbaar. We hebben dus een probleem met de gearbox. Ronde nummer 20 inmiddels. We hebben een heel groot gat naar Max Verstappen toe. Een heel lang recht stuk. Gewoon het rechte stuk. Dat is onze voorsprong op start-finish. Bizar. 11.8 seconden is het naar Verstappen.
Mooi dus. De stelling nummer 4 is er weer gelukkig. Mooi. Dat is fijn om te horen. En fijn om te zien namelijk. Dus we kunnen weer gaan pushen. Maar we moeten wel rekening houden met een kapotte gearbox. Verstappen en Leclerc. 2 en 3 nog steeds op dit moment. Ronde nummer 22 inmiddels. 14,7 is het naar Max Verstappen. Ongeveer 18 seconden hebben wij op een Charles Leclerc. Mooi dus, ronde nummer 23. Dus het gaat hard met de ronde. 81% van de versnellingspak. Oké, de banden zien er nog goed uit. Ze verwachten nog dat wij hier dan heel lang mee kunnen doorrijden. En ik heb besloten om naar binnen te duiken. Voor een setje softbanden. Ik ga dus naar de soft. En geef de leiding uit handen aan Max Verstappen. Dan moeten wij wel een plek terug weten te veroveren. En ik duik ook achter die achterblijvers die nu op start-finish zijn. We komen denk ik wel voor Charles Leclerc terecht. 17,7 is het gat naar Max Verstappen. Ongeveer 21 seconden hebben wij op Charles Leclerc. Dus deze pitstop moet weer goed gaan. Die gaat weer niet goed. 2/10 verloren. Door een versnelling die weer niet beschikbaar was. Dat komt denk ik ook door die gearbox probleem. Verstappen is ons nu gepasseerd. Up to speed now. Het is geel. Bij sector 2. Wie is eruit gevallen? Er rijdt een Haas langzaam. Kimi Räikkönen. Uitgevallen en dat brengt de virtual safety car uit. En we moeten dus een delta gaan aanhouden. Die inmiddels hier dus is verwijderd. De virtual safety car is dus weg. En we hebben fuel en urs kunnen besparen. Dus dat geeft ons een extra boost naar Max Verstappen toe. 9 ronden nog te gaan in de wedstrijd. Het gat naar Max is 1,7. En wij rijden op 2 compounds zachter dan de Nederlander, onze landgenoot dus. Dus dat wordt een mooi gevecht om de leiding. Met zo dadelijk nog 8 ronden te gaan, want Verstappen komt nu over start-finish. En we gaan dus nu een inhaalstrijd beginnen. Jeff zegt dat we de pitwindow gaan bereiken, want we duiken naar de mediums. Niet goed Jeff, dat heb je verkeerd. Terwijl we hier gewoon heel veel tijd winnen op Max Verstappen. We zitten al bijna bij de kont van onze landgenoot. En dan kunnen we hier misschien al een aanval wagen. Verstappen verdedigt de buitenkant. Wij kijken naar de buitenkant. Er is weinig ruimte. Maar toch slagen wij een inhaalmanoeuvre. We schoten wel wat door. Maar de plek is veroverd. Een prima inhaalpoging op de Nederlander. Die is geslaagd. De leiding dus weer terug. We zetten ook de snelste race met een 1.18.1 neer. En Jeff adviseert ons om naar mix 2 te gaan van de fuel, de brandstof dus. Anders branden wij de brandstof dus op en dan komen wij zonder tank fuel eigenlijk over start-finish. En dat is niet goed. Ronde nummer 28 inmiddels. De gearbox doet het weer goed op dit moment gelukkig. Nog 7 ronden te gaan. Gat naar Verstappen is 2,7. Gat naar Leclerc is 3,7 ten opzichte van Verstappen. Oké, de tire wear die is al wat aan het bepalen of de banden goed zijn of niet. We voelen tenminste wel wat, zegt Jeff, terwijl het daar weer geel is. In sector 2, Carlos Sainz dit keer uitgevallen. Op precies dezelfde plek als Kimi Räikkönen. Dat is heel bizar. De gearbox is wel beschadigd. Dus daar moeten we dus mee oppassen. 2 uitvallers dus. Kimi Räikkönen en Carlos Sainz. Dan gaan we zo meteen ronde nummer 32 in.
rood in sector 2, maar dat geeft helemaal niks. We komen ook achterblijvers tegen. Kubica volgens mij. We're leading our teammate by 23.4. En 23.4 seconden heeft Lewis Hamilton. Ronde nummer 34 inmiddels. Stroll zien we voor ons rijden. Dan is de vraag waar hij ons voorbij laat gaan. Mooi Lance, dankjewel. Was daar wel krapjes, maar je gaf mooi de ruimte. En de volgende heet Daniel Ricciardo. Waar we denk ik ook geen last van zullen krijgen hier in Hongarije. Ah, mooi. Mooi gedaan Daniel, dankjewel. Net als in Duitsland, prima werk van de Aussie man. En dan gaan we zo meteen de laatste ronde in. Voor de grote prijs van Hongarije. Oh, ja. Een gearbox die kapot is. Maar wij weten hem alsnog over de finish te brengen. Geen gear 4 dus beschikbaar en geen gear 5. Maar alsnog een prima wedstrijd hier in Budapest. En dan gaan we ons opmaken voor Spa-Francorchamps. So, another fantastic victory for the Silver Arrows. Anthony Davidson, what helped them deliver this result, do you think? Well, this was a real team victory. They put together a solid strategy today that appeared well suited to the conditions out on track. The driver did everything that was expected of them in the moment to really execute the team's plan to perfection. A shining example of how F1 really is a team sport. And I can see the drivers starting to approach the podium for the victory celebrations. A real team victory today. Everybody played their part. Congratulations then to Mercedes, your race winners today. Nou, de uitslag van de grote prijs van Hongarije. Wij winnen dus de wedstrijd met een tweestopstrategie. We pakken ook een snel race onder punt. Verstappen naar 2, Leclerc naar 3 en Hamilton naar 5. 7 posities gewonnen, krijgt ook Driver of the Day terecht. En we hebben er dus weer eentje bij voor onze trofeeënkast. Constructeurs, heel veel punten verschil. De coureurs, heel veel punten verschil met Lucas Weber. Dus het ziet er goed naar uit voor ons. De resultaten van de rivaliteit breakdown met Hamilton en Vettel. Die winnen we dus weer op dit moment. Heel fijn om te zien. De reacherspunten na de race hier in Budapest zijn er zoals gewoonlijk weer lekker veel. Kunnen we in Italië ook weer gaan opspenderen aan updates aan de auto. Wat ons weer verder wegbrengt van Williams en Red Bull. Teamgoal dus compleet. Mooi. Super fijn. De reputatie met mijn huidige team en de andere teams is gewoon gelijk gebleven. Veteran en een sportsmanship, je weet het allemaal wel. Hier een contract onderhandeling. Derde en tweede. Ik kan daar gewoon wat anders van maken. Derde en eerste, dat is gewoon goed. Mooi, weer een contract getekend bij Mercedes. Nou, dit was het de vier mensen. Ik hoop jullie genoten hebben. Als je genoten hebt, beloon het met een like. Ben je hier nu op het kanaal om weer meer wekelijkse afleveringen van F1-19 weer moet zien? Ram dan gewoon op de abonneerknop en schakel een leuke belletje op alles aan, zodat je een enkele video van mij mist. En reageer wat beter kan op mijn voordeel of als je genoten hebt en je zegt van hey, toffe video, ik heb genoten van de wedstrijd. De inhaalactie op Max was zeker mooi. Volg me even op Instagram, links in de beschrijving. En zou ik zeggen, fijne dag verder en tot ziens tot de volgende keer bij F1-19 Green Mode. Ik ga verder in België.